Tommy Stroot, gefeliciteerd. Het hoofdtoernooi van de Champions League is bereikt. Maar het was ook het doel, dus het moest eigenlijk ook, hè? Van mijn kant was het in moed. Ik wilde het echt graag. Het is ook mijn eerste Champions League wedstrijd dan. En is voor de hele ploeg net zo. Spelers erbij die ook nog geen Champions League ervaring hebben. Dat was dat doel wat we samen bereiken willen. 3 gespeeld, 3 gewonnen. Veel doelpunten gemaakt. Eigenlijk was het maar 1 keer echt moeilijk, hè, de eerste wedstrijd, of niet? Ja, ook vandaag kan het moeilijk worden met de 0-1. Was ik ook benieuwd daarna wat gebeurt van de ploeg. Hoe doen we dat in deze fase? Maar ook daarna hebben we rustig verder gevoetbald, kansen gecreëerd. En dat is dan mooi te zien dat de ploeg daar ook zo op reageert. Misschien was het wel schrikken, ja. Heel vroeg al 1-0 achter. Ja, dat was, we waren nou alles eigenlijk ingesteld. Ook op een drukfase van de Turkse ploeg van begin aan. Maar ja, dan komt de hoge bal en dan is 0-1 en is echt weer omgaan met de situatie. Hebben we vandaag goed gedaan. Jullie deden het heel goed daarna natuurlijk. Hè? Snel 1-1, snel 2-1. Maak je dan nog een klein beetje zorgen of denk je we hebben zoveel kwaliteit, dit kan niet fout? Het kan altijd. Dat is even ook de meiden altijd. Proberen dan in de situatie te houden, niet ja, van de mentaliteit iets minder te doen. En dat hebben we vandaag dan goed gedaan, ook in de tweede helft dan gewoon ja, naar de end gevoetbald. De tweede helft was dan niet meer spannend, dat was gewoon ja, wachten op de fouten van de tegenstander, ze moeten. En dat hebben we dan goed gedaan in de fase. Het lijkt alsof jullie veel fitter zijn dan de tegenstander. Ik denk dat was ook zo. De donderdagwedstrijd met de wissel en ook ja, vandaag dan met fitte speler van begin aan, denk ik was een goede situatie. En heeft dan vandaag ook ja, in deze wedstrijd voordelen gehad. Komt dat nou doordat jullie zo vroeg zijn begonnen of door jouw Duitse manier van trainen? Nee. Het was de hele groep, denk ik. We hebben goed gewisseld. We hebben de mogelijkheden ook van de wedstrijden gehad dat we goed wisselen kunnen. En dan is het vandaag ook bij de temperaturen goed als je niet dinsdag, donderdag en zondag weer voetbalt. En dan is het ja, geen probleem voor de spelers, denk ik. Volgende wedstrijd, Ajax. Ja. Klopt, nu is het echt regenereren, op de hoogte komen. Ja, gewoon de vrije tijd ook even pakken die de meiden nu kregen. En dan vanaf woensdag echt voorbereiden op Ajax. Moeilijke wedstrijd, hè? Dat zien we dan, dat weet ik nu nog niet. Klaar, er is een tegenstander met veel kwaliteit. Maar op het echt een moeilijke wedstrijd wordt, zie ik dan echt eerst in de wedstrijd. Wat kunnen we verwachten? Een wedstrijd op hoger niveau, dat denk ik. Van beide kanten op balbezit creëert. En ja, dan gaat het echt ja, duels oppakken, gewoon omschakeling zoeken. En dan ben ik benieuwd ook naar Ajax. Nu alvast een beetje dromen natuurlijk van de volgende ronde in de Champions League. Want je hebt hem bereikt. Er zitten een paar leuke tegenstanders natuurlijk nog in. Hè? Bayern München misschien wel. Ja, die wil ik niet. Ik heb net al gezegd, ik wil en het liefst geen Duitse ploeg. Ik wil, als ik de kans heb naar Europa te komen, dan wil ik ook graag wat anders zien. En dan zou het mooi zijn dat het geen Duitse ploeg wordt. Of ben je bang voor de Duitsers? Nee, we hebben de laatste jaar ook gezien dat we tegen Bayern een kans hebben. Ik wil, als ik kans heeft Europa te zien, ja, dan wil je Europa zien. Duitsland ken ik heel goed. Je kan ook op vakantie toch in een Europees land? Ja, dat klopt. Ne? Maar ja, als je de mogelijkheid hebt in Italiaanse te voetballen of Spaanse teams, ja, ik ben heel benieuwd.